En zie hier deze gaslijn. Die scheurt. Hallo, Vree Wijnholz, Wegenwaagd hier. Nu de tijd van vakantie toch nog aan gaat breken, wordt het tijd dat we de caravans op onderhoud en reparaties gaan controleren. Dit doe ik volgens BOVAG-richtlijnen en we gaan kijken wat we zelf kunnen controleren voordat we de caravan naar de garage gaan brengen. Zodat je in ieder geval weet hoe de onderhoudstoestand van je voertuig is. Allereerst gaan we even kijken naar de gaslang en de regelaar gemonteerd vast aan de caravan. Ik zie hier een gasregelaar. Een gasregelaar. 30 millibar voor de caravan, mag maximaal 10 jaar gemonteerd zijn. Deze is van 2013 en kan nog 3 jaar gebruikt worden. De gaslang op deze caravan is van 2018. En de gaslang mag maximaal 4 jaar gemonteerd zijn, dus die kan nog 2 jaar mee. Hier heb ik een gaslang van 2003. En zie hier deze gaslang, die scheurt, die kan dus niet meer gebruikt worden. En op de banden controleren. Er zijn namelijk caravanverzekeringen die niet uitkeren op het moment dat de schade wordt geclaimd en deze datum zijn overschreden. Allereerst begin ik bij de band. De banden van een caravan mogen maximaal 6 jaar gemonteerd zijn. De banden van deze caravan. Achter de dotcodering staat een nummer. Dot, en daar hebben we de week 46/2014. Dat zou betekenen in dit geval dat de caravanbanden dit jaar 6 jaar worden. In dit geval is het aan de eigenaar om te beslissen om die banden wel of niet te gaan vervangen. Hier staat hij dan, de barbecue, ook voorzien van een gaslang tegenwoordig. Ook daar zit een slang aan. Waarvan de datum toch zeker gecontroleerd mag worden. We zien hier de datum, ook van 2018, productiejaar, dus deze kan nog 2 jaar mee. Vergeet deze niet mee te nemen, maar vaak wordt deze bij de caravankeuring bij de dealer niet gecontroleerd. Iets wat je niet kunt controleren, wat niet te bekijken is, wel bij de garage, maar waar ik wel even aandacht op wil vestigen, is een zogenaamde anti-slingerkoppeling voor op de caravan. Deze voorkomt het slingeren bij een beladen caravan. Echter, heel veel mensen die zijn nog altijd in de wetenschap dat er vet aan de kogel moet. In dit geval mag aan de kogel geen vet worden gesmeerd. Een anti-slingerkoppeling klemt namelijk de koppeling aangekoppeld gladrijdend. Koppel ik hem nou vast. Is hij bijna niet meer te verdraaien. Dit voorkomt dat de caravan gaat slingeren. Als we nu vet aan deze koppeling gaan smeren of heeft versleten, is de werking van deze koppeling volledig teniet gedaan en kun je er beter zonder gaan rijden. Dan krijg je dit effect en gaat de caravan niet meer gestabiliseerd worden. Daarom geen verder aan de kogel en laat die koppeling controleren. De caravan dealer heeft een speciaal gereedschap voor om deze te testen. Zo, en als laatste aan het eind van de caravan gekomen, de verlichting. Die controleren we zelf, ook tijdens de stop, onderweg, even tijdens de pauze, de benen strekken, voor lampjes controleren. Immers, een lampje kan zomaar stuk gaan. Dus vond je deze vlog nou leuk? Even een duimpje omhoog en abonneer je op ons videokanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Groeten, Vree Wijnholz.